Studente Sophie Griffois is een van de vele Hoogent-studenten die de oproep van de Hoogent beantwoordde. Zij wil deze morgen haar beste vriendin en medestudente Hanna Opzomer verrassen. De Hoogent vroeg voor de gelegenheid aan oud-student en kandidaat van Beekhof Vlaanderen Jens de Tollenaren om een taart te bakken en persoonlijk te leveren. Gelukkige verjaardag! Wij komen u verrassen voor uw verjaardag en voor de dag van de student van Hogeschool. Dankjewel. Een hele verrassing, ik had het echt niet verwacht. Ik had voor een mopje eigenlijk gereageerd op het bericht van Hoogent. En kijk, ja, ik had het echt niet verwacht dat er volk voor mijn deur ging komen staan vandaag. Bovendien is het vandaag ook nog eens Hanna's 20ste verjaardag. Een extra reden voor Sophie om haar vriendin eens te verrassen. Happy birthday to Hanna. Happy birthday to you. Ik had gezegd, het is op dat moment juist mijn verjaardag. En ik dacht, nu ga ik eigenlijk een keer liggen hebben. Ik ga in het geheim eigenlijk Hoogent aanspreken. Omdat wij zijn ook samen gestart aan verpleegkunde. En ook, wij wonen dicht bij elkaar. En we hebben eigenlijk ook al is COVID, hebben we eigenlijk veel aan elkaar. Gelijk tijdens quarantaine gaan wij ook af en toe een keer gaan wandelen. Met de nodige afstand natuurlijk, buiten. En babbelen over school en zo. En dat heeft mij echt wel geholpen. Ze hebben heel veel reacties gekregen. Ik denk meer dan 400 reacties. We kunnen natuurlijk niet bij iedereen gaan aanbellen. Maar op zich vinden we al een heel mooi signaal dat er zoveel studenten aan elkaar denken. En we hebben dan ook een oproep gedaan om elkaar ook te verrassen en niet op ons te wachten vandaag.